Hallo en welkom bij dit videopanel van Hek de Heek. We zullen je hierin bijpraten over het evenement van de afgelopen jaren en natuurlijk vooruitkijken naar 2021. Maar we gaan natuurlijk ook de diepte in met hackers, daarover verder meer. Mijn naam is Jeroen Schipper, ik ben de Chief Information Security Officer van de gemeente Den Haag en onder andere verantwoordelijk voor het evenement Hek Den Haag. En dat doen we samen met Cybersprint. En daarvoor zitten op gepaste afstand Pieter Jansen, CEO. Pieter, welkom. Wij zullen straks nog twee speciale gasten bij ons roepen. Maar eerst nog even een vraag. Je bent nu 5 jaar CEO van een succesvolle cybersecurity scale-up. Hoe past jullie strategie nou in Hek de Heek? Waarom doen jullie mee? Ja, dankjewel Jeroen dat ik hier mocht zijn. Het is echt een mooie setting zo 's avonds hier in het IJzerpaleis, Spuit Den Haag. Als je kijkt hoe in de loop der jaren de hackerscene steeds volwassener, steeds professioneler is geworden. Dat is waar ik in het begin van mijn begintijd met Cybersprint ook wel toch even last van had. Ja, hackers zijn eng. Nee, hackers zijn helemaal niet eng. Dat is juist ook iets wat de gemeente ook zag. Ook heel fijn was dat we die combinatie hebben kunnen maken. Dat wij de gemeente ook mochten helpen met het organiseren hiervan. Dus wat wij als bedrijf willen bereiken, is dat de wereld een stukje veiliger wordt. Nou, wij doen dat zelf met automatisering van alles wat we doen. Maar je hebt altijd nog die menselijke factor nodig. De hackers, en zeker de massa van de hackers. Nou, die kunnen zoveel meer vinden als je het op grote schaal doet. Dat we daar graag aan meewerken om dat ook te faciliteren. En ook aan ons netwerk ervoor beschikbaar stellen binnen de community. Oké, duidelijk. Heel fijn. Nou, dan zou ik nu graag onze twee gasten, Rick van Duin en Wesley Nelen van Zolder, willen verwelkomen. Heren, van harte welkom. Fijn dat jullie tijd willen vrijmaken. Eerst vraag aan jullie. Kunnen jullie in het kort even aangeven wat jullie in het dagelijks leven doen? Onder andere bij Zolder, jullie bedrijf. En hoeveel tijd besteden jullie nou aan evenementen als Hek de Heek los van jullie bedrijf? Dankjewel. Bedankt dat we hier ook mogen zijn. Leuk. Even kijken hoor. Wat betreft Zolder, zeg maar. We hebben eigenlijk allebei, Rick en ik, samen heel veel gepentest. Vroeger, zeg maar. Al best wel wat ervaring daarin qua jaartjes. Dus dat hebben we hiervoor voornamelijk gedaan. En sinds een tijdje zijn we inderdaad een eigen bedrijf begonnen. Genaamd Zolder. En daar doen we onder andere nog steeds bijvoorbeeld het uitvoeren van penetratietesten. Maar we zijn bijvoorbeeld ook bezig met het ontwikkelen van een product. Waar eigenlijk bedrijven, MKB-bedrijven vooral, zich straks mee kunnen beschermen. Dus we zijn eigenlijk, we waren heel erg aanvallend vooral. En we proberen er nu ook zeg maar, een stukje verdediging bij te trekken. Want dat is natuurlijk misschien nog wel belangrijker dan het aanvalstukje om jezelf goed te verdedigen. En nog moeilijker ook. Zeg maar. Ja, aanval is heel makkelijk inderdaad. Verdedigen is het allerlastige wat er is. Ja, zeker. Maar dan merk je ook dat op een gegeven moment gaat het je vervelen. Zeg maar een rapportje schrijven. Hè? En dan een jaar erop hetzelfde rapport of iets aangepast. Maar je snapt het wel, het is elke keer een soortgelijke situatie. En dat is eigenlijk hartstikke zonde. En dat frustreert ook. Dus we hadden zoiets van, moeten we toch ook zelf wel beter kunnen? En dat is wel de fallacy van red teamers. Die hebben vaak zoiets van, dat blue team snapt echt helemaal niks van. Dat moet gewoon zo. Nou, wij zijn nu al een jaar bezig, bijna een jaar bezig, om onze dienstverlening te bouwen. Dus een van de eerste dingen die wij nu gaan lanceren binnenkort is een dienst om Office 365 en alles wat daarbij hoort, zeg maar de configuratie in de gaten te houden en te repareren waar nodig en te monitoren op verdacht gedrag. En toen dachten wij van, dat doe ik even. We zijn dus nu bijna klaar. En dat is een jaar later. Dus wij komen er zelf ook gewoon kaart achter dat als je daar dan even een presentatie hebt gegeven en jullie moeten gewoon, dit moet je patchen, je moet dat doen, dit doen, dit doen en het even aanzetten. Dat daar veel meer haken en ogen aan zitten. Maar dat is juist een hele leuke leerervaring. Dus dat gaat, ben ik ook heel blij dat ik nu een stuk meer Blue Team werk doe en ervaring heb. En om je tweede vraag te beantwoorden, wat betreft evenementen. Ja, even pre-COVID dan. Denk dat we 1 of 2 keer per jaar zoiets hadden. Ik denk
Ja, zoiets als een CTF van het een of ander. Altijd leuk namelijk. Dat is niet waar. We hadden natuurlijk NCC al het CTF waar we meededen. CTF 036 uit Almere doen we altijd mee. En dan natuurlijk Hackweek. Dus er zijn drie dingen die eigenlijk vaste prik zijn. Eigenlijk vooral ook omdat we doen het eigenlijk zeg maar gewoon omdat we het. Het is eigenlijk, het is gewoon leuk om te doen. En het is een soort. Ik zie dat als een soort uitje. Gewoon met een team, zeg maar. Een wedstrijd doen. Ja, dat is ook gewoon super gaaf. En gewoon leuk om te doen. Dus vandaar. Ja, dat is waar ook. NCC noem je het inderdaad. Die hebben wij samen toegewonnen met Thijs Bosser erbij. Dat was weer vergeten. Lang geleden. Maar op zich wat je net zei inderdaad is wel interessant. Dat red teaming, pentesting, dat gaat op een gegeven moment vervelen omdat het veel van hetzelfde is. Toch doen jullie elk jaar weer mee aan Hack the Hake. Hoe is dat anders als je terugkijkt voor jullie? Ik vind het belangrijk om toch wel die offensieve kennis hoog te proberen te houden, zeg maar. En ik moet al zeggen, ik merk nu al dat dat best wel een uitdaging is en kan worden. Omdat je nu focus je dus wel op andere dingen dan alleen offensief. Dus dan merk je dat je offensief toch wel weer een beetje achter begint te lopen op sommige gebieden. Ik probeer dat ook zoveel mogelijk bij te houden, die kennis. Want ik ben ervan overtuigd dat offensieve kennis super belangrijk is, ook bij defensief werken. Als je niet weet hoe een aanval eruit ziet of hoe je die uitvoert, dan kan je hem ook niet detecteren of voorkomen. Dus ik denk wat dat betreft dat als je goed wil bloedteamen, moet je een beetje snappen hoe die aanval in elkaar zit. En wat Wes al eerder zei, het is gewoon ook echt een leuk uitje. We gaan altijd samen heen. Dan kom je heel veel bekenden tegen, want er zijn heel veel mensen die elk jaar meedoen. Dat is superleuk. En het is gewoon leuk om met z'n tweeën ook een wedstrijdje te spelen. Dat is net als die CTF's die we al eerder noemden. Het is gewoon een wedstrijdje. Zo zie ik het in ieder geval. Ja, en iets hacken blijft gewoon leuk. Tenminste, soms inderdaad dan is het wat veel van hetzelfde. Maar het blijft, ik vind het altijd wel heel leuk om te blijven doen. En vooral de nieuwe dingen zijn gewoon kicken om uit te voeren. Goed, als je natuurlijk veel pentest, dan is het met name als het gaat om het zoveelste interne netwerk, wat op dezelfde manier opgebouwd is als elk intern netwerk ooit. Waar je echt een kunstje aan doet. En dat vind ik zelf heel saai. Als het dan op een gegeven moment een nieuw appje is of zo. Er is een hele duidelijke, er is een hele duidelijke vraag. Dus een klant die zegt, ik heb deze app ontwikkeld en mijn risico's zijn als volgt. En ik vraag me af, is het mogelijk om X, Y, Z? Dan wordt het heel interessant. Want dan kan je heel gericht onderzoek doen. Dan kan je ook heel gericht antwoord geven. Want als je natuurlijk nu, als jij morgen zegt breng je laptop mee. We gaan bij de gemeente Den Haag, we prikken hem nu in. Is het netwerk veilig? Ja man, weet je wel, een dag later, ik heb geen idee. En twee weken later, ik heb ook geen idee. Want het is heel groot en het is allemaal. Ik weet natuurlijk niet hoe dat netwerk van binnen uitziet, maar er is heel vaak veel van hetzelfde. En dan is die vraag, die kan je gewoon niet zo goed beantwoorden. Dat vind ik dan vaak onbevredigend aan het eind. Want ik vind het juist leuk om te kunnen zeggen, die app, of dat risico wat jullie voorzagen, dat heb je goed gezien, want dat is om deze en deze reden kan je misbruik maken. En op deze en deze manier zou je daar het kunnen voorkomen, detecteren of afremmen. Weet je wel? En dat is wat mij betreft een interessanter vraagstuk om uit te voeren. Waar ik wel even benieuwd naar ben, is natuurlijk niet zonder reden dat we jullie gevraagd hebben voor dit gesprek. Jullie hebben nu sinds 2017 ieder jaar gewonnen, prijzen gewonnen. Maar hoe kom je nou op dat niveau? Hè? Hoe de mensen die dit kijken, die denken van ik wil dat toch wel een keer aan meedoen. Maar hoe word je nou een Hack the Hake winnaar? En hoe ziet jullie voorbereiding eruit? Vind ik een goede vraag, hoe je dat wordt. Ja. Maar in ieder geval qua voorbereiding valt het eigenlijk wel mee. Volgens mij bij de laatste jaren hebben wij wel wat voorbereid. Gewoon even gekeken zeg maar hoe de... welke domeinnamen heeft Den Haag en dat soort zaken. Gewoon even in kaart brengen van waar hebben we zeg maar morgen mee te maken. De keren daarvoor hebben we dat volgens mij niet gedaan. Toen zijn we gewoon naar naartoe gegaan en toen gekeken wat we daar aantroffen. Maar ik vind het altijd lastig. Ik vind dat een lastige vraag. Ja, hoe win je dat nou? Wat wij gewoon doen is denk ik enthousiast en gefocust aan die wedstrijd meedoen. Wat je heel vaak ook hebt, we waarderen het niet zo als iemand dan naar ons toe komt om met ons te praten. Omdat we zo gefocust zitten en omdat we zo graag willen winnen, zeg maar.
Dus dat, ja, we gaan gewoon enthousiast aan de slag. We verdelen ook wel op een slimme manier, denk ik, gewoon de dingen die we gaan onderzoeken. Dus we krijgen, hè, aan het begin krijg je een lijst met deze systemen, deze websites. En dan geven we wel aan elkaar door van, joh, pak jij dat, pak ik dat. Ja. Niet dat we met hetzelfde bezig zijn, dat zou zonde zijn natuurlijk. En we houden wel een gedeeld document samen bij met, oké, wat heb je waar? En als je wat tegenkomt, zet je dat daarin, want dat kan voor de ander misschien weer bruikbaar zijn. Dus op zo'n manier proberen we wel samen te werken. En ook denk ik heel belangrijk is op het moment dat je dus wat tegenkomt en je twijfelt van, hey, kan ik hier misschien wat mee? Ja, om dan met je medespelers dat eventjes te checken. Van, hey, heb jij ideeën? Ik denk dat het binnen pentesting, IT security is gewoon super belangrijk om te sparren, want alleen kan je die allemaal weten. Je kan het niet allemaal kennen. Dus ja, zo proberen we gewoon enthousiast en efficiënt en gefocust aan de wedstrijd mee te doen. En nou ja, daardoor winnen we wel eens. Ja, je noemde inderdaad elkaar dwars zitten. Nou, onderling regelen jullie dat natuurlijk goed via een gedeeld document. Is dat iets wat wel eens gebeurt in tijdens zo'n hack die hack? Dat je elkaar dwars zit als spelers, als deelnemers? Ik heb wel gehad dat ik zelf iets... Vorig jaar volgens mij had ik iets gemeld. En toen had iemand anders iets anders gemeld, waardoor ik dat niet meer uit kon buiten. Dus toen ben ik lastiggevallen. Ja. En we hebben volgens mij ook een keer gehad met een app. En daar zat een kwetsbaarheid in. Die app werd dichtgezet. En toen was ik als enige had nog een actieve sessie, omdat ik mijn browser open had laten staan. Maar de rest niet. Dus toen was ik de enige die er nog in kon. Dus ik ben vrolijk doorgegaan en nog een paar bugs gevonden. Dat was wel mijn mazzel. En de rest had daar een soort van last van. En de reden dat het dichtgezet werd, was omdat ik dat gemeld ook. Volgens mij. Dus ja, daarmee heb ik eigenlijk de rest soort van gedwarsboomd. Ja. Nou, we hebben het wel. Er is vorig jaar echt iemand geweest die heeft toen voor zichzelf echt iets afgezet. Dus die had gewoon iets aangepast en dan kon hij als enige bij, geloof ik. Dat was volgens mij vorig jaar of jaar daarvoor. Dus ja. Ah ja, weet je, ik ken ook, vaak ken ik ook die mensen die er zijn. Dus dan vind ik het ook niet. Kijk, als ik ze niet zou kennen, zou ik zoiets hebben van ja, ik heb pas enige toegang. Maar als ik je dan ken, dan zou ik het zonde vinden. Dus ik probeer dat te voorkomen. Heel netjes, heel netjes. Ja, want je had, volgens mij was dat bij jou Wesley, of bij jou Rick, 2 jaar geleden. Op een gegeven moment langsliep en ik geloof na een uur of zo en vroeg van hoe gaat het? Maar kun je iets vertellen over hoe je dat dan aanpakt in zo'n grote omgeving? Want je omschreef het alsof je een hond die overal eekhoorns zag. Ja, die scène in Up, zeg maar, Squirrel, dat je dan de ene naar de andere kant kijkt, dat is echt wel een dingetje. Want wat Wesse vertelt, hoe regelen we dat dan? Inderdaad, we verdelen onderling. Kijk jij naar dit deel, kijk naar dit deel. Want die scope wordt van tevoren gewoon gedeeld met een formuliertje vaak. En dan is het de kunst om breed te kijken en niet in één keer per ongeluk helemaal ergens in te duiken. Want soms lijkt iets interessant, maar je kan daardoor hele belangrijke dingen missen. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel van pentesten zelf. Maakt alleen wel dat het... Of tenminste, de realiteit is ook wel vaak dat je met dit soort wedstrijden op een gegeven moment afgeleid bent. En dat we toch ergens helemaal induiken. Omdat je gewoon denkt, oh, dit is het. Ja. Maar de kunst is om dat niet te doen. En om juist eerst gewoon eens goed te kijken wat er allemaal is. En dan daar door te gaan. Dan kan je nog zeggen van ja, maar misschien is er iemand anders die dan snel laaghangend fruit afvangt. Ja, nou ja, goed, dat is dan zo. Ik denk zelf dat... Ja, dat laaghangend fruit, dat wordt toch wel gevonden. Ik weet niet of je daarop wil specialiseren. Maar zeg je nou daar ook mee dat je eigenlijk een kleinere scope zou willen? Of is het hoe groter, hoe beter? Nee, ik vind die grote scope heel fijn. Alleen het is gewoon dat ik zelf de discipline niet heb om me niet af te laten leiden. Dat het is niet dat die scope niet goed is. Nou, dat was ook vorig jaar. Dat volgens mij ook weer wat coole dingen. Volgens mij was er iets met een sluissysteem of een... Dat was iets cools. De pollers waren dat. Die dingen die omhoog gaan en de grond. En gemalen. Ja. Ja, het is op zich een mooie brug die Jeroen ook legt. Want in feite, als je naar volgend jaar kijkt, volgens mij gaan we het juist veel moeilijker maken weer. Kun je iets vertellen over wat er aan extra's volgend jaar te verwachten zijn, Jeroen? Nou ja, kijk, het, je moet niet ten ondergaan aan je eigen groei. Dus we proberen het wel beperkt te houden, in ieder geval handelbaar. Dus de scope zal wel weer enorm zijn en wel weer groter zijn.
We willen sowieso zoveel mogelijk leveranciers. Hè. Onze aanvalsoppervlakte is niet alleen dat van de gemeente Den Haag, onze IP-range, maar gewoon alles wat aan leveranciers eraan hangt. We zijn bijvoorbeeld ook bezig geweest afgelopen jaar om dat in contracten vast te leggen. Hè, dat leveranciers gewoon meedoen. Als zij bij de gemeente Den Haag werk doen, dan doen ze dus automatisch mee aan, noem het vrijwillige pentests, zoals bij Hek de Heek. Daarnaast zijn we ook aan het kijken om de scope met andere organisaties wel binnen Den Haag om die toe te voegen. Dat zou natuurlijk enorm interessant zijn om te kijken of er organisaties zijn die zeggen, wij zitten in Den Haag, wij vallen eigenlijk ook onder het concept van Hek de Heek, dus wij doen gewoon mee. Dus dat zou wel mooi zijn als dat lukt. Ik vond het vorige keer ook heel leuk dat er dan leveranciers waren die dan best wel snel ook gewoon dingen fixen. Dat vind ik altijd tof. Dan heb je ook een soort van eer van je werk. Ja, vorig jaar hadden we inderdaad een leverancier die had het volgens mij binnen een uur had hij een bepaalde applicatie gefixt. Toen kwamen de mensen naar ons toe, joh, dat systeem, ik denk dat er iets kapot is gegaan, want ik krijg geen reactie meer. Maar hij was gewoon aan het rebooten en de applicatie had een nieuw versienummer. We hebben het ook wel gehad vorig jaar dat er leveranciers naar ons toe kwamen en zeiden, nu hebben onze klanten, die krijgen er ook last van. En toen bleek dat iemand een beetje te hard op de deur aan het bonzen was, dus daar moesten we dan ook weer achteraan. Maar ja, toch zie je dan wel weer zo'n leverancier die zegt, jeetje, ons systeem is toch blijven staan, ondanks die zware aanval die het te verduren heeft. Ja, die gingen allemaal trots naar huis. Nou, mooi inderdaad. En ik hoor Jeroen inderdaad een doorkijk geven naar volgend jaar, waarbij ik ook hoor dat we misschien meer organisaties erbij gaan krijgen. Ik denk dat Jeroen hier beloftes kan doen on the spot. Maar zijn er organisaties van jullie, Rick en West, die denken van, die zouden we ook graag mee willen nemen in de scope? Het over Haags gerelateerde organisaties. Ja, de BIEB misschien? De BIEB, ja. Ik moet zeggen dat ik zou niet weten. Ja. Wat zijn nou echt typische, misschien een museum van de een of andere? Ik weet niet of dat onderdeel is van de gemeente echt. Nou, ik denk even meer internationale organisaties in Den Haag zitten. Zonder namen te noemen. Ja, let's go. Maar ik weet niet of dat, als dat kan. Die worden al de hele dag gepentest waarschijnlijk. Daarom, dat is ook ons argument. Maar niet door de beste hackers ter wereld natuurlijk. Dus, ik denk dat er al wat overheden willen meekijken. En dan nu wil ik graag even hebben over een aantal nieuwe technieken en tools. Hebben jullie zelf, als je kijkt naar jullie werk rondom pentesting, red teaming, kom je natuurlijk veel nieuwe dingen tegen. Met name aanvallen die je gaat proberen. Zijn er al bepaalde dingen van je zegt van die gaan we volgend jaar ook op Den Haag loslaten? Of technieken die je in het wild hebt gezien? Goede vraag denk ik. Want meestal, met de scope die je bij Hek de Heek zijn wedstrijd krijgt, meestal heb je daar genoeg aan de tools die je altijd al gebruikt. En het hangt er gewoon een beetje af wat je tegenkomt. Dus je gaat eerst kijken, waar praat je mee, wat kom je tegen? En dan ga je vervolgens kijken wat tools en technieken je daarvoor in moet zetten. Dus ik vind dat wat dat betreft een beetje een moeilijke vraag. Maar ik ben wel ook wel benieuwd, want ik weet niet hoe de gemeente Den Haag bijvoorbeeld met cloud-transitie bezig is, maar of ze daar ook bijvoorbeeld dingen in scope gaan doen. Want dat zou best wel een andere visie kunnen brengen ook, zeg maar. Want dat is toch wel een verandering. Ik denk dat je daar op zich goed punt hebt, want zeker rondom cloud dan zie je een hoop veel nieuwe risico's. Wat ik zelf ook vaak tegenkom, of steeds vaker tegenkom, zijn de subdomain takeover voorbeelden. Is lastig te controleren nog steeds, dat je best wel veel kennis moet hebben over de verschillende leveranciers, hoe zij overgenomen kunnen worden. Ook dat verandert per dag in feite, dus dat is wat moeilijker vast te stellen. Maar zijn er nog vergelijkbare technieken die jullie nog wel eens zien? Nou, ik denk echt wel dat er een hele hoop dingen veranderen altijd, maar het zijn vaak soortgelijke bugs. Net als de tooling. Ik gebruik nog steeds Burp Suite. Net als 5 jaar geleden voor een groot deel van mijn werk. En natuurlijk zijn er wel bepaalde exploits die dan veranderen. Maar om een voorbeeld te geven. Gisteren kwam er een nieuwe Teams bug uit. Ja, dat is dan. Wat daar dan misschien nog nieuw aan is, dat cross-site scripting weer betekent dat mensen de systeemcommands op je PC uit kunnen voeren. Omdat elke moderne app, al die Electron apps, dat zijn eigenlijk gewoon browsers. Met de pagina meegeshipt. Dan zie je dus dat er nu iemand vindt een cross-site scripting bug in Teams. En op het moment dat ze dus aanvullend JavaScript kunnen uitvoeren, kunnen ze ook ineens systeemcommandos uitvoeren.
Dus dat is denk ik een... zeg je dat? Ja, dat is wel echt een ding of zo. Maar ja, dat was vroeger ook in slecht beveiligde browsers. Eigenlijk zijn we gewoon weer terug bij af. Jullie zien daar niet een specifieke trend in of zo? Dat ander type aanval of... Nee, persoonlijk niet. Ik denk nog steeds inderdaad over de, nou ja, plat gezegd de OWASP top 10 hebt. Maar het gaat er meer om in welke context. Naarmate we steeds meer gaan virtualiseren. Containers in containers stoppen. Complete browsers in een app stoppen. Dat je de bestaande oude aanvallen op een hele andere manier kunt gaan misbruiken. Ik zie het een beetje als een soort Lego steentjes in feite. Je zet ze alleen anders in elkaar. Ja, nou kijk, en je hebt dan nog misschien, als je dan die S3 buckets of op andere manieren van storage, kan je voorstellen dat in een hoop data weergeeft. Maar als je kijkt, het zijn gewoon, ja, en inderdaad, dat alles zo makkelijk te spinnen is, introduceert misschien meer aanvalsoppervlak. Maar daarna is het weer hetzelfde. Ik bedoel, het feit, ik zag toevallig vandaag, werd er voor een bank, die had een bedrijf in de hand genomen, die waren een aantal dingen aan het spinnen voor ze. Dus ik zag in één keer Grafana voorbij komen en ik zag nog wat andere API's voorbij komen. Dus dacht ik, even kijken of ze misschien gewoon nog admin, hè, de default creds. Dus ja, het zullen allemaal hele hippe dockers zijn geweest die daar gespind werden. Maar ja, daarna is het gewoon weer standaard oude app die in een docker gestopt is. Ja, ik denk dat wel een groot verschil is wat je veel, denk ik, tegenwoordig gaat zien, is bijvoorbeeld inderdaad dockers. Dus dan, als je dan inderdaad met een oude bug bewijs van toegang krijgt op het systeem, dan zit je in een docker in plaats van in het hele besturingssysteem. Ik denk dat wel een verandering is wat je dingen, maar tegenwoordig heb je bijvoorbeeld ook die serverless functions. Dat is ook weer heel anders, want dan praat je tegen één grote cloud service aan en dan wordt het onderliggende systeem, zeg maar, gemanaged door een cloud provider. Dus dat zijn wel echt nieuwe technieken die je dan, denk ik gaat zien in dergelijke testen ook. Maar het zijn dan vaak nieuwe dingen, maar de bug die er dan mogelijk in zit, dat ze niet controleren of je wel recht hebt of op de data die je ophaalt, die is zo oud als de weg naar Rome. Ze hebben het alleen een moderne jasje gegoten. Dan moet je dan wel je research doen van tevoren en zouden bijvoorbeeld, de afgelopen jaar hebben veel studenten meegedaan, hebben die dan een voorsprong bijvoorbeeld, omdat zij juist heel veel met dat soort nieuwe technieken hebben gewerkt? Als jij weet hoe die techniek werkt, heb je altijd een voorsprong, denk ik. Ja. Dus dat geloof ik wel. Ja. Zelf probeer ik gewoon af en toe met nieuwe dingen te werken. Bestie kan nog iets beter volhouden dan ik. Ik heb vaak dat ik op voorhand denk, deze techniek is stom. Bestie heeft dan iets meer geduld daarvoor. Maar dat helpt wel, want dat betekent gewoon, als je gewoon snapt hoe dat werkt, of je kan er wat mee, dan weet je ook misschien wat je ermee kan spelen. Ja, wij proberen ook redelijk met die technieken, en dus de dingen die we ontwikkelen, die spinnen we ook in dockers. En we gebruiken ook serverless functions, gewoon om te leren hoe dat werkt. Een soort S3 storage van Azure gebruiken we ook weer voor opslag. Dat voorbeeld van die bank die je net gaf. Ik weet zelf van toen ik, ik denk 25 jaar geleden, mijn eerste bugs meldde, security bugs, toen werd ik een beetje gek aangekeken. Ik denk dat natuurlijk wel veel veranderd is. Zo'n voorbeeld van een bankje vindt daar dingen. Hoe zien jullie dat? Hoe meld je dat tegenwoordig? Gaat dat beter dan vroeger? Als je het meldt. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me niet geroepen viel. Weet je wat het is? Ik denk dat er echt dat bedrijven zijn daar een stuk beter in geworden. Maar ik meld het alleen als ik echt ook daadwerkelijk iets zie wat echt fout is. Dus ik heb bijvoorbeeld hier voor een Nederlandse bank, zie ik hier een Grafana interface. Ja, admin werkt niet. Maar die interface wil je helemaal niet aan internet hebben koppelen. Hè? Of niet direct. Nee. Je wilt het via VPN doen, of misschien via op een andere manier. Maar direct die admin interface en internet hoeft gewoon niet. Maar tegelijkertijd, als ik daar een mailtje voor moet gaan schrijven. Nou, inderdaad. En er gaat nooit iemand op reageren. Dus, en ook, moet je voorstellen dat je in een security team zit. Dat je denkt, wat is het nou voor melding? Ja, snap ik. Als je mij de naam van de bank zo even doorgeeft, dan zorg ik dat die snel opgelast wordt. Dat is toch weer €50. Precies. Ja. Ik denk het dus niet. Ik denk dat er iemand bij de bank zit die denkt, kon je er wat mee dan? Nou, nee, je moet gewoon die interface niet aan internet hangen. Dat is het enige wat ik wou zeggen. Maar dan krijg je daar nooit reactie op en dan moet ik dat najagen. Dus ik ben daar wat laks in geworden.
Ja, maar dat zegt het dus wel iets over de volwassenheid van zo'n organisatie. Want je noemt zoiets wat je nu net meldt. Ja, wij krijgen dagelijks van dat soort meldingen. En ja, dat wordt gewoon uitgezet. Dat is bij ons een interne topdeskmelding en dan gaat een beheerder achteraan. Ja, dat is netjes. Ja, ik weet niet of dat overal zo goed gaat. Nou, denk ik. Het is lastig. Ja, dat hangt echt van de partij af, denk ik. Maar soms dan ben je zeg maar nog bezig de juiste persoon te vinden waar je het moet melden. En dat is gewoon als hacker zijn heel frustrerend. En dat is ook de reden dat je het dus vaak dan niet meldt. Omdat je, ja, je moet eerst gaan zoeken wie je moet hebben. Dus ik denk dat als organisatie bijvoorbeeld heel belangrijk om in ieder geval zo'n responsible disclosure tekst te hebben. Zodat bijvoorbeeld mensen weten waar ze het kunnen melden en dat het goed opgepakt wordt. Want maar dan moet je er als bedrijf ook nog even rekening mee houden dat je dan mensen op je nek krijgt die, nou ja, die gewoon de meest random dingen gaan melden in de hoop dat ze dan geld krijgen. Ja, maar dat kan je natuurlijk ook afvangen. Hè? Ik bedoel, gelijk even reclame maken voor de andere partner, Zerocopter. Die doen de triage voor ons. Dus ja, dat soort meldingen die echt flauwekul zijn, die komen bij ons al niet binnen. Ja, dat is hartstikke fijn. En dat is ook goed. Maar niet elk bedrijf die kan dat nu outsourcen. Maar wel, bijna elk bedrijf heeft eigenlijk een responsible disclosure beleid nodig. Maar er zijn maar een heel beperkt groep bedrijven die ook daadwerkelijk een team daarvoor kunnen inhuren. Ja. Wij hebben bijvoorbeeld ook die tekst op onze site gezet. Gewoon, dat is natuurlijk hartstikke nuttig. Maar je krijgt een partij meldingen binnen dat je echt denkt van nou, dit slaat helemaal nergens op. Die mensen willen gewoon wat verdienen. Ja. Dan zijn dan uit India en dan willen ze €50 verdienen, denk ik. Dus ik heb er nu gewoon in gezet van joh, we geven geen geld. Ja. Ik moet zeggen dat de meldingen nu wel gedaald zijn. Dus, ja. Waarschijnlijk omdat we zeggen dat we geen geld geven. Ja, en dat is niet omdat het niet waard is wat ze doen, maar gewoon zulke meldingen. Nee, maar een serieuze melding, daar zou je op zich wel wat voor willen betalen, denk ik, weet je wel. Ja, maar dat kunnen we alsnog doen. Ja, maar ja, dat is erg dat het zo moet om die meldingen, zeg maar, juist tegen te gaan. Dus ik kan me voorstellen dat bedrijven dan ook wel weer denken van, joh, het is alleen maar vervelend dit. Ja, het is ook wel vervelend. Het kost best wel veel capaciteit, om eerlijk te zijn. en dat is ook van beheerders. Maar ja, op een gegeven moment moet je dat soort dingen wel gaan doen. Als niemand het doet, dan komt het nooit van de grond. En dan blijf je die kwetsbaarheden houden. Dus. Nou, want uiteindelijk zit er dan een potentieel datalek achter. Soms zit er ook een datalek achter. Ja. Als je kijkt hoe dat afgelopen jaren bij Den Haag is gegaan tijdens Hack die, hè? Kun je daar iets over vertellen, Jeroen? Als je het hebt over de hoe zo'n proces dan loopt als er een melding binnenkomt vanuit een hacker? Bedoel je dat specifiek binnen Hack the Hake? Of wat er gebeurt, we hebben natuurlijk een jury die de hele dag meekijkt en ieder uur eigenlijk bij elkaar komt om al te kijken naar de meldingen die door de triage zijn heen gekomen. Er zijn twee mensen, iemand van Zerocopter en iemand van de gemeente Den Haag zelf, die doen de triage. Die zetten dat door en dan wordt dat één keer per uur wordt die lijst doorgenomen en wordt er al een soort ranking gemaakt. En op het moment dat dat klaar is voor de prijsuitreiking, nou, dan gaat iedereen naar huis. En de volgende dag zitten wij met 100 plus kwetsbaarheden die we moeten oplossen. En ons security team is daar dan zeker de eerste weken heel lang mee bezig. Je ziet ook wel dat in de eerste 2-3 weken wordt denk ik de helft al opgelost. En dan kom je bij dingen, Rick noemde het al, zo'n gemalen systeem of een poller. Ja, dat zijn allemaal process control systemen, die worden niet iedere week geüpdate. Dat gaat één keer per half jaar, één keer per jaar. We komen erachter dat andere gemeenten dezelfde software gebruiken en die zijn niet zo snel met updaten of hebben een ander contract. Ja, dan moet je heel veel gesprekken gaan voeren met de informatiebeveiligingsdienst, soms met het NCSC, dat hebben we ook al gehad. Dus je merkt dat er altijd wel een restje overblijft. Maar op dit moment zitten we ruim boven de 80-90% van de kwetsbaarheden die vorig jaar zijn gevonden, die zijn opgelost. Maar dat kan ook betekenen dat ze zijn geaccepteerd als risico. Maar er zit dan wel een heel proces achter dat ook iemand die dat mag, dus een directeur intern, die moet er ook echt zijn handtekening voor zetten. Want anders zetten we hem niet op afgedaan. Nee. Ja, mooi. En het voorbeeld van NCSC noemde je al. Dat is denk ik even een mooi voorbeeld van hoe snel het ook kan gaan. Mogen we vertellen, geloof ik, inmiddels. Ja, dat was een printerleverancier die wereldwijd opereert. Dat was, volgens mij hadden jullie die niet gevonden, Rick en Wesley. Maar nee, Peter had die gevonden, ja. Peter Geisler.
Ja, dat was een interessante, doordat eigenlijk de hele stroom van documenten kon je zien. Volgens mij niet de documenten zelf, maar zover was het nog niet gegaan. Eigenlijk hebben we die systemen diezelfde middag nog uitgezet. We konden zelf onze eigen mensen konden achterhalen welke andere gemeenten ook van die printers gebruik maakten. Dit is gemeld bij de informatiebeveiligingsdienst. Die hebben gelijk contact opgenomen met NCSC, want het was wat groter dan gedacht. Het bleek een CVE van de dag ervoor te zijn of de twee dagen daarvoor, maar er was nog geen patch. Dus het was eigenlijk makkelijk geld, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, maar NCSC heeft toen met het CERT van dat land contact opgenomen en de leverancier daar die had binnen twee werkdagen een werkende patch gepubliceerd. Dus dat was wel echt super. En daar mogen we graag reclame voor maken dat het ook zo kan. Ja, volgens mij ging de CVE, er stonden geen details in, anders dan dat er default credentials in een package zaten. Ja, dan weten jullie ook al waar je moet gaan kijken. En daarmee kon je zo naar binnen wandelen op die oplossing. Maar het is inderdaad goed om te zien dat zo'n systeem wat wereldwijd natuurlijk draait, in dit geval dan door een Nederlandse hacker hier, dit stadhuis, zover al gevonden was en ook een POC voorgeschreven was. Dat daarmee dus ook die patch versneld was, want het was op zich wel een bekend probleem. Alleen je ziet vaak dat er wat druk nodig is voordat er zo'n patch ook echt gemaakt en gereleased wordt. En dan helpt zo'n evenement als dit echt ontzettend daarbij. Gingen we volgend jaar ook fysieke zaken mogen hacken? Nou, dat is wel leuk. Ja, weet je, het werd net al gezegd, van dat zijn wel de krenten in de pap, om het zo maar te noemen. Zeker 2 jaar geleden, toen we natuurlijk zo'n gemalen systeem hier ter plekke werd ingeprikt in de router en iedereen los kon gaan. Ja, daar zijn we wel naar op zoek. Ja. Is er ook iets waar jullie, Rick en Wesley, helemaal op los gaan dan, als je zo'n... Ja, ook een stukje fysiek hacken mag doen. Ja, tof. En vooral ook omdat het... waarschijnlijk heb je zo'n systeem niet eerder gezien. Dus dat is leuk. Ja. En inderdaad, de systemen die fysiek ergens iets doen, bijvoorbeeld in de stad of zo, vind ik persoonlijk altijd wel het interessantste. En dan ook omdat je nog nooit gezien hebt. Dus het is echt iets nieuws. Dus dat zou ik echt heel tof vinden, ja, zeker. Het is altijd cooler als iets in de echte wereld iets doet als jij op een knopje drukt. We hebben van de zomer op DEFCON gepresenteerd met die stoplichten. Als je dan een API aanspreekt en het stoplicht gaat op groen. Binnen alle verkeersregels was echt niet zo dat het die Italian job stijl was hoor. Maar gewoon überhaupt dat je dat kan manipuleren op die manier. Dat is gewoon een hele vette ervaring. En ik heb het altijd leuker gevonden als we iets in de echte wereld beweegt. We hebben één keer ook een zuiveringsinstallatie mogen doen. En dan was de vraag, kan je daarbij komen? Ja, dat is gewoon super vet. Dat je dan uiteindelijk, als je er eenmaal bij kan, dan is het vervolgens niks aanraken. Want je hebt echt geen idee waar je mee bezig bent. Ja. Maar als je op dat punt komen, dat er dan iemand die wel weet wat er kan gebeuren, die kwam erbij en die zei, nou, dit zo kan je het slopen. Mega vet. Dat maakt het alleen maar cooler. En het is ook wel een beetje, denk ik, waar de gemeentes en zo heen gaan, toch? Qua, weet je wat, ze proberen de stad wat slimmer te maken, de slimme verlichtingen, die stoplichten inderdaad. Het is juist, denk ik, tof om dat te testen, omdat daar nog best wel wat... onbekende risico's zitten waarschijnlijk. Nou, ik verwacht zeker dat de scope op een gegeven moment met dat soort IoT-devices wel wordt uitgebreid. Ja, dat zeker. Ik ben nog wel even benieuwd. Hè, jullie presentatie op DEFCON. Hebben jullie nog een beetje een idee gehad wat dat teweeg bracht bij organisaties of gemeenten? Gemeente op zich niet echt. Dat valt best wel mee. Tenminste, wat wij ervan mee hebben gekregen. Dus dat valt wel mee. In mijn ogen. Ik heb wel gesproken met we zijn er toen niet bij volgens mij. Maar we hebben een presentatie gehouden voor een aantal gemeenten in ieder geval. Verschillende gemeenten die daarin geïnteresseerd waren. Dat was heel leuk. En daarbuiten, daarbuiten vooral media, aandacht en dat soort zaken. Maar ik verwacht dat er vanaf nu, op het moment dat iemand denkt, hé, we willen dat ook in onze stad, dat daar meer over nagedacht wordt. Nou, dat zeker. Ik kan een doorkijkje geven hoor. Ik zag de aankondiging op Twitter volgens mij vanuit jullie zolderaccount.
Dus dat was gelijk even achterhalen. Hoe zit dat dan bij ons? Wat voor systemen hebben wij? Ja, hebben wij dat ook? En dan zie je toch dat er heel veel mensen ineens moeten gaan rennen en alles laten vallen. En uiteindelijk kwam dan het bericht terug van, we hebben een ander systeem. We zijn niet kwetsbaar daarvoor. Nou, daar ga je dan van uit. Dus dan is dat weer een vinkje daarachter. Maar ik hoor een scope-uitbreiding van het jaar. Geef ze maar toegangen. Ja, het was ook de best bekeken video volgens mij op DEFCON, geloof ik, in de headlines. Als je het hebt over wat er allemaal gepresenteerd werd. Oh. Ja, we kregen wel hele positieve reacties erop. En, maar wij doen dat om te voorkomen dat in de toekomst het nog groter fout gaat. Want dit is natuurlijk wat Rick zegt, de impact hiervan is nog relatief klein. Maar ja, stel dat je het straks met auto's hebt en met vrachtauto's, waar echt al ontwikkelingen op bezig zijn. Of misschien wel ambulance, dan kan je misschien wel instant groen krijgen van een autostoplicht. Dus dan wordt de impact wordt veel groter. Dus het was eigenlijk meer van, let hierop en implementeer dit niet zomaar, gewoon in een echte stad. Er moet echt wel gecheckt zijn voordat je zoiets doet. We hopen daar maar bij te dragen in de veiligheid van die producten. Want ik moet zeggen, de ontwikkelingen op dat gebied zijn wel echt heel cool. Ze proberen echt heel gave dingen aan elkaar te verbinden en slim te maken. Voor mij ging er in ieder geval een wereld open wat dat betreft. Ja, super. En als je daar toch even verder over filosofeert, dat waren hele gave hacks die jullie hebben gedaan. Is er nog een bepaald soort droom die jullie hebben qua hacken waar je een keer op zou binnen willen proberen te komen? Of een type hardware, een satelliet, International Space Station? Auto zou wel dik zijn op zich. Ja, maar wel heel specialistisch denk ik. Ja, dat is waar. Dan moet je zeg maar je leven moeten auto's hacken worden, heb ik de hele tijd. Ja, en ik heb toch het idee dat ik toch nog een keer mijn tijd wil spenderen. Ook weer gewoon ouderwets fuzzen van applicaties. Om gewoon weer een ouderwetse van memory corruption bug exploit te schrijven. Want ik heb dat wel geoefend veel. En ook veel voor zeg maar bestaande kwetsbaarheden dan een exploit implementeren. Maar ik wil eigenlijk nog gewoon in een applicatie dat vinden, uitbuiten en daarvoor dat publiceren. Dat vind ik gewoon leuk. Maar dat is meer een soort vinkje wat ik graag nog wil. Bessie heeft die in Wireshark toen ooit gevonden. Ja. Daar ben ik nog steeds jaloers op. Dus dat wil ik ook. Nice. Dat is op zich wel heel leuk. Ik vind vooral, ik denk dat ik hou gewoon de ontwikkelingen in de kaart. Ik vind het vooral vet om, net als die stoplichten, om ik kan niet alles aanzien komen, maar ik weet niet wat er allemaal nog aankomt. Maar juist die nieuwe ontwikkelingen, om daarin te duiken en te testen en te kijken wat er fout kan gaan. Dat vind iets ik wel. Iets met robots misschien nog? Lijkt me ook wel vet. Bijvoorbeeld, je hebt zo'n robot die doet in de apotheek medicijnen uitdelen. Dat lijkt me wel cool. Ja, en dat zijn dingen. Als je dat ziet, dan denk je gewoon, oké, dit moet je proberen te hacken gewoon. Dit is fysiek. Wat kan je daar allemaal mee? En dat is vooral in ieder geval wat mij altijd drijft. Dus je ziet iets en je denkt gewoon, oké, wat zou ik daarmee kunnen? Hoe zou je dit kunnen misbruiken? En dan duik je erin. Nou, we hebben wel een iets minder stoere robot namens de gemeente op het strand rijden. Die verzamelt peuken. Ja, zoiets bijvoorbeeld. Super. Heeft dit ding ook wifi? ik hoor wederom een scope uitbreiding van volgend jaar. Peukenrobot. Daar gewoon bij jullie in het gebouw rondjes rijdt om ons heen. Dat zou super vet zijn. Tom, even een gewetensvraagje. Jullie hebben veel gevlogen, volgens mij. Heb je wel eens vliegtuig wifi geprobeerd te hacken? Nee, ik heb wel geprobeerd gekeken. Lopen die kabels nou inderdaad zo? En hoe zit dat dan? Welke kabels? Ik vlieg ook wel eens, maar ik heb nog nooit kabels gezien. daar heb ik naar gekeken. Die zitten in de hoofdsteun voor je. Daar zit natuurlijk een entertainment systeem in. En dat haalt hij uit een lokaal onboard zit er opslag met alle filmpjes. Maar er zit ook weer een link naar de grond bij. Dus als je op het wifi zit, dan is er alweer wat mogelijk afhankelijk van de instellingen. Maar er lopen ook kabels, want dat kastje moet op een gegeven moment naar de grond toe. Dus je kan je voorstellen dat er in de stoel voor je kabels naar beneden lopen. En dan op de poot zit vaak dan een computer. En in die computer, daar die regelt van alles. Maar ik heb daar nooit mee gespeeld, omdat er was toen... Ja. En ik ben even kwijt, maar die kon op een gegeven moment alleen maar met één vliegtuigmaatschappij uit Finland of zo vliegen.
ja, weet je wel, ik wil nog een keer op vakantie gewoon naar een warm land. Dus dat, ja, en jij hebt ook een andere stijl, heb ik altijd het idee. Dat is in Las Vegas toen, toen waren we samen in Las Vegas. We hadden allebei een andere kamer, zeg maar. En wat doet Rick? Ik had achter het bed had hij een router gevonden of iets, een apparaat. Ja. Dus wat doet hij? Komt hij naar mijn hotelkamer, kruipt hij achter het bed, haalt hij dat ding erachter. Gaat hij vanuit mijn kamer gaat hij het proberen te hacken natuurlijk. Om zo, zeg maar, nou ja, dat het niet aan hem te relateren is. Ja. Dus dat is eigenlijk meer Rick's stijl. Ik dacht eigenlijk dat je bedoelde dat filmpje van mij dat ik op dat toetsenbord in die kiosk probeerde uit te breken. Piano te spelen op het toetsenbord. Ja, nee, dat hebben we ook nog een keer. Dat was ook mooi. Dat was in Las Vegas met die. Je had een barcode scannen. Oh, dat. Wat was het voor een apparaat? Dat deed geld. Het geld. Je kreeg vouchers van de gokautomaat. Die bracht je naar de barcode scanner. Die scan je en dan. Ja, gooit dat ding geld eruit. Ja, dus we deden. Je hebt dan een aanval op wat barcodes. En als je dan ook bepaalde barcodes kent, dan doe je bijvoorbeeld Ctrl-Alt-Delete. Dus ja, wij proberen dat gewoon en denken, ja, dan doet dat ding toch niet. Ik bedoel, het is een geldautomaat. Hoezo zou dat gebeuren? Maar hij deed het dus wel. We stonden daar midden in dat hotel en dat was oh, fuck. Weet je wel, van, ja, dit moet niet gezien worden ook. En het was DEFCON, dus het loopt vol met hackers. Dus dat was even spannend toen. Ja, het was sowieso super dom, want we waren heel blij dat het lukte. En toen keek ik om ons heen en toen dacht ik, oh, er is natuurlijk geldautomaat. Er staat wel een camera op. En toen keek ik naar boven me en toen was het niet één camera, maar gewoon 5 of 6 camera's. Dus het was heel dom. En het was ook nog in het hotel waar we sliepen. Dus dat, ik heb wel het idee dat bij DEFCON en al die congressen dat de hotels wel heel erg op ingericht zijn. Ook met het security personeel dat erop voorbereid is. Dus zijn die goed van weggekomen. En wat je noemde inderdaad was Chris Roberts. Die heeft inderdaad in 2016 was dat. Toen heeft hij tijdens de vlucht heeft hij via entertainment wifi is hij binnengekomen op het flight trust management systeem. Heeft daar zijn eigen code opgezet. Dan ga je misschien een stapje verder dan wat ethisch is. En heeft ook een climb commando afgevuurd richting de cockpit. Dus het vliegtuig ging dus ook even omhoog. Volgens zijn eigen verhaal. Ja. Het doen is één ding. Maar er volgens ook over tweeten terwijl je op die vlucht zit. I can now control this plane. Is niet misschien het meest handig wat je kan doen. En hij is inderdaad dus ook opgepakt. En mag voorlopig niet meer vliegen. Ook wanneer dat niet meer straks weer kan, denk ik. Maar ik denk dat jullie heel duidelijk ook aan de juiste grens van het ethische aspect van hacken blijven. Ja, nou, het is soms nog, want je weet af en toe. Want die cash-automaat, die is niet echt. Er is niet echt een responsible disclosure optie of zo. Dus daar kan je ook nog een discussie over voeren of dat wel of niet mag. Maar we proberen wel altijd het netjes te houden. En zeker als er echt wat ernstig mis is. Dan proberen we het sowieso altijd netjes te melden, ongeacht de situatie. Dus dat voorbeeld wat ik net gaf met die bank, met dat Grafana gebeuren, dat is niet echt relevant. Maar ik heb een tijdje geleden, vond ik een bedrijf in Abu Dhabi of zo. En die maken schouder- of heupimplantaten op maat. En die hadden hun DICOM, dus hun beeldopnames voor de CT-scans en zo, om dat te maken. Gooiden ze online. Die waren door iedereen te lezen. Nou, dan klim ik toch in de pen en dan schrijf ik toch even een stukje. Meer omdat, dat zijn allemaal medische gegevens van heel veel mensen. Dus dan neem je die moeite zeker. Nou, mooi. En ik denk dat ook een mooie brug wederom is naar volgend jaar. Wat afgelopen jaar hadden we studenten en professionals, wil ik bijna zeggen. Er waren bedrijven die hun hackersteam stuurden. Er waren zelfstandigen, ook hobbyhackers. Volgend jaar staan er ook meer studenten, denk ik. Ja, sowieso zijn we aan het kijken natuurlijk. Hè, hoe het allemaal loopt met of het fysiek kunnen doen. We hebben het dit jaar bewust niet fysiek gedaan. Omdat dat toch wel een belangrijk element is van Hack de Heek om elkaar te ontmoeten. En hier ook in de alle openheid van het atrium. Mensen, ook de burgers en bedrijven, kennis te laten maken met die hele wereld. Dus we mikken er wel op dat het weer wat groter wordt. Ja, dat we in ieder geval boven de 100, misschien zelfs 120 hackers kunnen komen. Het hele idee is ook wel om een deel daarvan te laten invullen door studenten. Natuurlijk de professionals. We merkten de afgelopen jaren dat de vrouwelijke hackers erg ondervertegenwoordigd waren. Dus daar...
daar zijn we nu ook wel druk mee bezig, dat we in ieder geval die agenda's kunnen leegmaken. Dus ja, het is wel de bedoeling dat het wat groter wordt. En we kregen ook als feedback terug, met name van studenten, dat ze het aan de ene kant heel gaaf vonden. Hè. Ze zaten apart in de raadzaal, hele mooie omgeving. Maar wat ze terugkoppelden was van, ja, maar weet je, wij zien nou al die gave hackers die we kennen van naam en van foto's en interviews. Maar daar kunnen we niet bij. Die kunnen we alleen pas zien op het moment dat we de pizza gaan eten. Dus daar zijn we nu ook wel mee bezig om te kijken of we niet gewoon 120 man hier in het atrium in één grote ruimte bij elkaar kunnen stoppen. Gewoon dat het gemengd wordt. Hebben jullie er überhaupt tijd voor? Hè? Je zei net al, ik vind het eigenlijk heel vervelend dat er mensen me lastig gaan vallen. Zeker als er pers rondloopt of zo. Maar hoe zit dat met studenten die hier rondlopen? Dit is hetzelfde pers, toch? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik altijd, ook met pers, want soms dan kunnen we wat vragen. Ik vind het goed dat we dat straks doen. En dat zou hetzelfde zijn ook met studenten. Maar dat heb ik ook met, soms heb je deelnemers die je dan kent al een tijdje. En die hebben geen zin meer. Of die hebben het al dingen gevonden en die hebben zoiets van, nou, ik ga gewoon even gezellig doen. Want het is ook wel een heel sociaal moment. En die komen er dan bij staan. En dan, ja, je kan natuurlijk niet zeggen, wil je alsjeblieft weggaan? maar dat kan je wel denken. En dan, vooral Wesley is er koningin, want ik raak heel snel afgeleid. Maar Wesley, die kan heel goed focussen. Ja, dus, ik blijf gewoon computeren, toch? Blijf gewoon computeren, ja. Ja, je negeert gewoon kapot. dus dan uiteindelijk wat je krijgt is dat je dan, ja, nee. Want ja, je wil gewoon, het is een wedstrijdje, toch? Dus ik wil wel gewoon het wedstrijdje spelen. En daarna dan gaan we met z'n allen koffie, bier, pizza. Super gezellig. En dan vind ik het ook leuk om iedereen te spreken. Ja. En dan maakt het mij niet uit of jij jarenlang vette super skilled bent. Of dat je gisteren bent begonnen en het heel interessant vindt. Als het gezellig met je praten is, dan vind ik het leuk. Goed om volgend jaar ook mee te nemen. En de regels leidt elkaar niet af. En misschien kunnen we een hackers lounge creëren. Als je het even zat bent, kan je daar even op een bank gaan liggen. Nou, dat is wel een goeie. Ja, er zijn wel wat meer reacties. We hebben een enquête uitgevoerd onder mensen, onder vorige deelnemers. Een van de dingen die we teruggekoppeld kregen van, ja, kunnen we eerder publiceren? Nou ja, dat heb ik net uitgelegd. Ja. In het begin kan dat wat makkelijker. Later wordt het wat lastiger. wat ook wel een interessante is kunnen jullie niet in een soort tijdslot, het eerste uur, gebruiken dat mensen kwetsbaarheden kunnen indienen die ze eigenlijk van tevoren al hebben gevonden. maar iedereen die het op dat moment indient, die wordt dan als gelijke behandeld, zeg maar. Dus wordt wel gekeken naar, is het reproduceerbaar en is wat is ingediend wel bruikbaar en helder. Maar op het moment dat er twee mensen dus dezelfde kwetsbaarheid indienen, dan deel je de prijs als je een prijs zou winnen. Wat vinden jullie daarvan? Of hebben jullie helemaal geen moeite van, jullie gaan gewoon starten? Aan de slag, computeren en... Je vraagt wel aan de winnaars nu, hè? Dus, ja. ik weet niet, zelf... wat ik me voor kan stellen is, als je dat toestaat, dan... Ja, je houdt sowieso altijd wel mensen die van tevoren gaan kijken en dan... proberen bugs te vinden. Ja, dus dat hou je denk ik wel. Ja, zelf... Kijk, als we er tijd voor hebben, dan zou ik het doen. Maar we hebben toen één keer van tevoren überhaupt gekeken wat er allemaal was. Dus op basis van DNS gewoon gekeken, van de Certificate Transparency Logs. Wat heeft Den Haag dan aan SSL-certificaten aangevraagd in de afgelopen periode? Maar ja, daarbuiten ik vind het altijd leuk om gewoon een wedstrijdje te doen. Maar ja, je kan toch niet tegenhouden of iemand van tevoren tijd erin steekt, denk ik. Nou, het wordt ook steeds lastiger om de scope geheim te houden. het wordt steeds groter. Oh, sorry. Ja, zeker. Zeker. Hebben jullie erover gesproken nog tips voor nieuwe deelnemers die dit nog niet kennen, dit concept? Volgend jaar hack die heek, mensen die voor het eerst meedoen. Wat zou je ze meegeven? Niet afgeleid raken. nou ja, probeer inderdaad gewoon echt wel een onderwerp, iets te kiezen en daar ga je dan op focussen. Want als je... Volgens mij was dat het eerste jaar dat we meededen. Toen was het zo erg dat ik gewoon van ding naar ding naar ding sprong. Dat je daardoor ook niet goed kijkt. Dan is het eigenlijk, oh, lukt het? Nee, het lukt niet. Ik heb het niet in één keer gehackt.
Dus en weer door. Maar dat is gewoon niet waar, want vaak de meest interessante dingen vind je pas als je goed kijkt, rustig de tijd neemt en je niet zo snel af laat leiden. Dat is wel een thema. Maar ik weet niet, maar met pentesten heel vaak dat je als je te snel conclusies trekt, mis je de interessante dingen. Ja. Denk ik. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar... Ja, dat is zo. Ja, ik moet zeggen, het is wel moeilijk om, zeg maar, dan lang ergens op te blijven hangen. Want je hebt toch een soort van haast. Heb ik altijd, hoor, dat gevoel van, ja, ik moet wel goede bugs vinden, zeg maar. Dus eigenlijk, wat ik altijd doe, is proberen een overzicht te krijgen en in te schatten waar iets zit, waar je wat mee kan. En dan daar wat dieper in gaan. Dus eerst, ik denk dat wel een goede tip is, gewoon eerst overzicht creëren en kijken waar je, zeg maar, wat dieper op wil gaan. En dan ga je daar naar kijken. Want je hebt nou eenmaal maar een hele beperkte tijd. Maar ik ben het eens met Rick dat je niet, zeg maar, van hot naar her heel de tijd. Want dan, dan ga ik die redden. Dan blijf je niks vinden, denk ik. Maar zou je dan meer tijd willen of zo? Hè? Zou je zeggen, we willen het een heel weekend doen? Niet dat we dat van plan zijn, maar... Een hele week. Ja. Ja. Weet je, het is gewoon een mega omgeving voor zo weinig tijd. Dus meer tijd weet ik niet. Ik denk dat het zo wel goed is. En zo wel gewoon leuk. En uiteindelijk is het, zeg maar, voor de lol. Dus ik denk dat meer tijd niet per se. Maar ja, zeg maar, een goede pentest zou je in die tijd natuurlijk nooit uit kunnen voeren. Dus het is gewoon, je bent altijd aan tijd gebonden. En dat, dat is nou helemaal zo. Ja, een beetje mazzel hoort er ook gewoon bij. Dat je gewoon het geluk hebt om iets te vinden. Ik denk dat wij, want het wordt vaak, jullie hebben elke keer gewonnen, hoe dan? Maar ook gewoon wel geluk dat je net toevallig in die ene plek kijkt. Dat je het daar vindt. Het is dus niet dat we dan. Dat ik, dat, ik durf niet te claimen dat dat allemaal skill is. Nee. En misschien nog een goede tip. Hou een documentje bij voor jezelf. Als je later iets ziet dat je denkt, oh, heb ik dat ook weer gezien? Want als je dat terug moet gaan zoeken, dan kan het wel eens heel veel tijd kosten. En die tijd, zoals Wes net al aangeeft, die heb je niet. Ja. En misschien nog wel qua, zeg maar, overzicht houden. Is het, zeg maar, goed om, denk ik, Burp te gebruiken voor webapplicaties en dan alles daar doorheen te laten lopen. Dat creëert ook een overzicht van websites die je allemaal bezocht hebt. Dat is denk ik ook wel een van de moeilijke dingen, hoor. Overzicht houden tijdens het testen, want anders ga je echt van hot naar her en dat is gewoon heel belangrijk, denk ik, om dat te creëren en dat te behouden. Dat kan je inderdaad, wat wij altijd doen is een Google Docje, dat delen we met elkaar, kunnen we echt live zeg maar intikken, allebei tegelijk. Maar ja, Burp is ook een mooie tool. Die houdt gewoon bij welke website je allemaal bezocht hebt, wat had. Die houdt precies ieder verzoek bij. Kan je ook altijd nog eens mooi in terugkijken. Dus ik denk dat dat ook heel nuttig is. Als niet iedereen dat al gebruikt, dan weet ik niet. Maar. Ik denk een hele goede tip is ook voor de beginnende hackers die hier naar willen gaan kijken. Ik hoor eigenlijk drie dingen. Dat is focus, gestructureerd werken en documenteren. Dat is niet iets hackers eigen, volgens mij, alle drie. Het zijn hele goede tips om mee te geven, ook richting toekomstige deelnemers. Ook als je later wil pentesten, is het heel belangrijk om dat gewoon goed te kunnen. Ja, ik denk ook wel dat jullie dan jezelf te weinig credits geven als je zegt van het is heel veel geluk hebben. Ik denk dat je ook, doordat je focust op de dingen afmaken, ver gaat testen, die structuur hebt in je werken, vooral veel documenteert, ja, dan bespaar je jezelf heel veel tijd. Ik ben nog wel benieuwd of jullie nog dingen van de afgelopen 3 jaar... Hè? Jullie hebben het zien groeien, het evenement. Maar zijn er nou nog dingen die opvallen? Dat je zegt, van nou, dat kan wel echt beter. En dan doel ik niet op misschien de technische of de techniek alleen, maar alles, van de pizza tot aan de binnenkomst. Prijzengeld? Bijvoorbeeld. Ik weet het eigenlijk. Ik heb eigenlijk niet zoveel beteringen, kan ik me niet zo bedenken. Het is wel, het is flink gegroeid en ik denk ook daardoor steeds volwassener geworden. Ik denk dat het eigenlijk best wel goed georganiseerd is wat dat betreft. Ja. Maar het is ook niet genoeg te verbeteren is. Nee, alles is er. Koffie, thee, een snackje als je het wil. En de verbinding werkt ook goed. Het wil nog wel eens dat dan op een gegeven moment de hele swikkie onderuit gaat, omdat je met 50 man tegelijk ergens op gaat. Maar dat gebeurt ook niet. Dingen worden snel opgevolgd als je wat meldt. Als je denkt van, hé, waarom is dit zo? Kan je dat aan iemand vragen? En dan wordt gewoon uitgezocht. Zoals wat je, dat voorbeeld wat je gaf, dat er iemand naar je toe kwam die vroeg, hé, volgens mij is het stuk. Ja. Dat was ik. Ik weet nog goed dat ik dat vroeg, omdat ik dacht, hé, ik was hiermee bezig en ik had het moois. En toen was het dus blijkbaar uitgezet. Nou, dat vind ik alleen maar tof.
Ja, nee, dat vind ik juist leuk. En ik vond vorige keer... was er daarna ook nog een CTF. Ja. En dat was ook heel leuk. Want toen had ik... eerst had ik, zeg maar... real life CTF gespeeld. En dan kon ik daarna nog... niet real life CTF spelen. En dat was gewoon ook heel gezellig. Mooi. Dat was van de NCC Bank Conference inderdaad. Die aansluitend hun wedstrijd hadden. Mooi. Nog wel een vraag voor jullie. Er zijn natuurlijk mensen nu aan het kijken... die denken van ja, Hek de Heek, ik heb wel eens van gehoord. Misschien wil ik wel meedoen. Wat zouden jullie kunnen zeggen om ze over te halen? Om net die stap te zetten en zich in te schrijven? Nou, ik denk dat het, weet je, stel dat je zeg maar technisch dat lastig voor je is. Dan is het denk ik sowieso nuttig om in ieder geval al de mensen die er rondlopen. En de sfeer en zeg maar überhaupt met mensen die hetzelfde doen in contact te komen. Is het denk ik al relevant voor. En je kan er alleen maar van leren. Dus ik zou zeggen, doe gewoon mee. Maar... Ja, ik denk ook al... als je een beetje InfoSec... mensen in InfoSec wil leren kennen... is het sowieso een leuke. Er zijn al verschillende mensen die je kan leren kennen. En misschien dat er iemand nog... dat je van iemand nog iets cools kan leren. Of gewoon leuke wedstrijdjes spelen. Ja, ik vind het tot nu toe een van de leuke evenementen... om elk jaar aan mee te doen. Heb je daar nog praktische tips in? Ik raad zelf mensen altijd aan, vooral aanstormende talent. Ga even naar Certified Secure. Ga er even alle levels door en als je die af hebt, kom dan terug. Heb je er nog tips waar mensen zich in kunnen gaan verdiepen ter voorbereiding? Hack the box is tof. Okay. Is ook wat meer lifelike, vind ik zelf. Dat is heel goed om op te oefenen, denk ik. Ja, voor de rest zorg even dat je laptop helemaal klaar is. Dat je niet daar nog je VM'tje moet gaan installeren en zo. Ja, goede voorbereiding, halve werk, denk ik. Nou goed, ik denk dat we heel veel hebben besproken over het evenement. Over jullie ervaringen van de afgelopen jaren. We hebben een vooruitblik gedaan op Hek de Heek 21. Ik wil eigenlijk eindigen met nog één laatste vraag aan jullie, Rick en Wesley. Gaan jullie meedoen volgend jaar? Sowieso. Ja, nou, lijkt me tof. Ik vind het jammer dat het dit jaar maar niet is zulke evenementen. Dus ik kijk er wel naar uit. En het is, oud is een evenement lang geleden. En dit is altijd leuk om aan mee te doen. Dus ik ben erbij. Het zou leuk zijn om een keer weer fysiek mensen te ontmoeten. Ja. Ik zit dan zo lang op deze zolder. Ja, ik denk dat het nog wel voor meer mensen geldt. En ook zelfs voor andere hackers. Heel erg bedankt. Rick van Duin, Wesley Nelen van Zolder. Pieter, jij natuurlijk ook enorm bedankt. Bedankt voor jullie tijd. Dan zijn we hiermee aan het eind gekomen van dit gesprek. Een goed gesprek was dat. Hopelijk vond iedereen het interessant. En is iedereen nu ook beter voorbereid op Hek de Heek 21? Dat vindt plaats volgend jaar op 27 september, dus op een maandag 2021. En in de tussentijd staat onze Coordinated Vulnerability Disclosure natuurlijk ook klaar. Dus daar kan in ieder geval iedereen nog zijn gang gaan en oefenen. Ja, je hebt nog een klein jaar om voor te bereiden. Veel tips gehoord hier. Deze video die kun je straks ook goed terugkijken om nog even mee te schrijven met de verschillende tips die voorbij zijn gekomen. Maak er goed gebruik van. We zullen ook meer tips delen via de mailinglijst de komende maanden. Super. Nou, tot snel. In ieder geval tot volgend jaar. Thanks. Hoi.